Ali Poldervaart, wat een leuke training vandaag in deze middag. Veel voorzetten, veel afwerken. Dat is ook niet voor niets, ook om een beetje gevoel erin te krijgen waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Dat hebben we goed gezien. En, vooral in de technische training en dan met jongens die misschien wel minder spelen. Maar ook jongens die wel spelen en die daarvoor verantwoordelijk moeten zijn. Die geef je dan weer een training extra. En al is maar 1% wat bij kan dragen voor ons, dan is dat nodig. Dus vandaar. Want doelpunten maken, dat gaat niet heel erg lekker de laatste wedstrijden. 0 doelpunten uit 4 wedstrijden. Dan is dit een training daarvoor mede, denk ik. Ja, natuurlijk mede. En bepaalde patronen in te slijpen. En je kijkt naar je tegenstander, hoe die verdedigen. Dat zijn allemaal kleine dingen die je meeneemt. Je probeert dus op allerlei manieren, zowel middels beeld, door middel van trainingen, probeer je de boodschap over te brengen waar de mogelijkheden liggen. Nou goed, en daar train je op. Maar je hebt gelijk, ja, 4 wedstrijden niet gescoord. Dus voor de winterstop was het precies andersom. Dus nou krijgt dit de aandacht. Alle ballen op doel, hoorde ik. Want Heerenveen heeft er GVD, ik citeer jou, 59 tegen. Ja, dan zijn ze net zo verdedigend, net zo slecht als wij. Want wij hebben er ook 59 tegen. Nou, is dat ook zelfs? 60, geloof ik. Ja. We hebben 60, geloof ik. Zie je dat ook zo, verdedigend, dat daar de mogelijkheden liggen? Nou ja, dan moet je ook wel de mogelijkheden zien, omdat je moet scoren. Dus je kan wel zeggen dat het aanvallend is, maar het wordt veel breder getrokken natuurlijk. Hoe zij aanvallen, waar zij verdedigen, waar liggen de mogelijkheden in de omschakeling, zulke soort dingen. Dus wat dat betreft kijk je naar het hele pakketje. Maar het is wel duidelijk dat zij heel veel goals tegen hebben, maar dat geldt voor ons ook. Dus we moeten echt wel zorgen dat we daar een keer tot scoren gaan komen, want dan kan je wedstrijden winnen. En als we er altijd misschien net wel 1 keer tegen krijgen of 2, zoals bijvoorbeeld 1 bij VVV. En je maakt je grote kansen niet, dan komt er niks bij. Weet je vrij geweest? Alessandro Dames zei dat het wel lekker was voor hem. Ik ken jou een beetje. Jij bent, als in jouw licht wordt iedere dag gevoetbald. Kan je dan afstand nemen van het voetbal of niet? Nee, ik heb geen afstand genomen. In de zin van dat je niet naar de club hoeft en je ziet andere gezichten. Dus dat is prima. Maar ja, je bent wel bezig met Heerenveen. En het worden 2 hele belangrijke weken natuurlijk, waarin je ineens fantastische stappen op de ranglijst kan maken met de komende 3 tegenstanders. Maar het kan ook natuurlijk de andere kant op gaan. Daar zijn we zelf bij, dus dan moeten we voorwaken dat het niet gebeurt. Nou ja, die afgelopen 2 weken waren ook wel heel erg belangrijk met VVV en Zwolle. Daar gold eigenlijk hetzelfde voor. Nou ja, absoluut. Ik bedoel, PSV, daar calculeer je dan in. Ondanks dat zij niet fantastisch waren, maar wij waren te weinig afgedwongen. Dan krijg je VVV, de dwing je wel het nodig af. Nou, zij waren heel erg blij met de winst, dat kan ik me voorstellen. Maar wij niet, want we hebben daar de kans laten liggen. En dan krijg je PEC Zwolle, wat ik nog steeds een meer dan capabele ploeg vind. Maar als we zelf niet zoveel afdwingen en het is 82 minuten 0-0, ja, dan moet je die eigenlijk over de streep trekken. En dat hebben we niet gedaan. Dus ik weet wel, als je verliest, ben je blij met een punt. En daar had ik nu heel blij mee geweest, want dan geeft toch een heel andere feeling aan het hele verhaal. Maar goed, we hebben het niet. Dus daarom worden de komende 3 weer belangrijk, want we hebben geen wisselgeld. En dat bedoel ik eigenlijk met weer belangrijk, want die anderen hadden wat wisselgeld kunnen opdoen. Deze week is er veel gesproken, zei Alessandro Dame. Wat kan je daarover vertellen? Nou ja, gewoon met elkaar nog eens doorgesproken wat de doelen zijn, wat daarvoor nodig is, waar het besef moet zijn, waarin iedereen met elkaar moet denken van het gaat maar om 1 ding, dat is Excelsior. En het gaat niet om je eigen, het gaat niet om een trainer, het gaat niet om een speler, niks. Het gaat alleen maar om Excelsior. En goed, maar dat verandert eigenlijk niks met wedstrijd 18, 12 of 7. Nee wel, maar het wordt natuurlijk steeds penibeler. En bouw je er dan van dat het besef er hiervoor misschien ietsje minder was, dat het nogmaals aangehaald moet worden? Nou, ik denk dat dat altijd moet, want dat hoort bij een trainer, dat hoort in een team. Dat maar je haalt er niet voor niets nog een keertje aan. Nee, ja, maar goed, dat is zo. Je begint de winterstop en na de winterstop begin je fantastisch. We hadden 5, 9 en 16. Na de winterstop we stonden 5e of 4e op de ranglijst na de winterstop. Maar ja, daarna krijg je 3 wedstrijden waarin je 0 punten haalt. En ik denk dat het ook nog extra lading heeft gekregen omdat Graafschap gewonnen heeft bij Heerenveen natuurlijk. Waardoor die ook ineens op een punt staat. Daarnaast speelt dat je van de 26 wedstrijden, heb je 24 wedstrijden, ben je nooit onder de streep geweest. Nooit. Altijd 1, 2, 3 puntjes. Toevallig 2 keer 5 puntjes voorsprong gehad in het begin, maar voor de rest niet. Dus het is wat dat betreft is het altijd een beetje hetzelfde geweest. Nadeel ook is dat er dit jaar ploegen 16, 17 en 18 ook heel veel punten halen. Met name 18 niet, maar... Ja, maar met name 16 en 17. Ja. Vorig jaar had je ook 26 punten, althans wij niet, maar iemand met 26 punten. Had je 8 punten voorsprong. Nou, het is nu niet 1 punt voor, moeten zorgen dat het groter gaat worden. Klaar. Ja. Ik kijk naar die training vandaag. Vind je misschien niet leuk wat ik het ga zeggen, maar als ik dan naar zo'n Marcus Edwards kijk, dan denk ik, ik zou er knettergek van worden als trainer. Kan je zo goed voetballen en dan heb je zo weinig overtuiging, mentaliteit, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar je snapt wat ik bedoel. Ik zou er knettergek van worden.
A, word ik er niet knettergek van, dat is één. Nee. Nou, gelukkig ben je mij niet en andersom. Nee. En twee, ga ik niet over een speler persoonlijk. Maar ik kan ook je opmerking begrijpen. Maar goed, dan is het ook verstandig dat je over het geheel kijkt. En weet dat hij ook ziek geweest is begin van deze week. En vandaag weer voor het eerst op het trainingsveld stond. Mag misschien nog geen excuus zijn. Maar doet niks af aan het feit dat hij goed kan voetballen. En dat gaan we hopelijk zaterdag weer zien. Ja. Hij is ziek geweest dus. Zijn er nog andere jongens met pijntjes en zo? Want we zijn nu bij de middagtraining geweest. Gedeelte is binnengebleven met Schouten, Bruins, Koolwijk, noem ze maar op. Ja. Er zijn er iets van 8 binnengebleven. Daar is dat Robin van der Meer die herstellend is van zijn lies. Gaat heel erg goed. En de rest heb iedereen vandaag op het trainingsveld gestaan. Dus, zo goed dat hij kan spelen in Friesland of niet? Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Dat is nog te vroeg. Maar wel zo goed dat 28 maart 20 spelers plus 3 keepers alles op het veld hebben staan. Qua fitheid. Dus dat is wel een positief iets in deze periode. Je houdt geen rekening in met woensdag. Daar is Heerenveen uit veel te belangrijk voor. Dat je overhoudt voor... Nee. Heerenveen. We zijn eerst met Heerenveen en woensdag speelt totaal nog niet. Eerst Heerenveen. Kijken wat daar gaat worden. Dat zal ook weer een verhaal opleveren. Een positief of een negatief verhaal. En dan gaan we weer naar NAC toe werken. Laten we hopen dat het uiteindelijk weer eens een leuk positief verhaal gaat worden. Daar hoop ik met jou mee.